En de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname is gisteren begonnen met Navrati of Naurati. Een feest waarbij het vrouwelijk aspect van de Almachtige wordt vereerd. Pandit Nitin Jagbunden zegt dat Navrati een verzameling is van 9 dagen en nachten. Volgens hem is dit een moment om te vasten, waardoor individuen zich geestelijk kunnen verheffen. Hij geeft aan dat er een hoger doel is die de mensheid moet nastreven, namelijk dat een ieder één wordt met de Almachtige. Naurati is volgens hem een gelegenheid om dat te doen door middel van vasten. Vasten kan je op verschillende manieren, onthouden van voedsel en drank, etc. Meer gaan bidden, vroomheid betrachten. En de boodschap is dat wij dus dan gebruik moeten maken van deze gelegenheid. Want vasten doe je niet zomaar. Je kan natuurlijk elke dag vasten, maar je hebt dus dan periodes in het jaar waarbij de sterrenconstellaties, de planetaire constellaties gunstig uitkomen, gunstig zijn. En als je in deze periodes gaat vasten, heb je meer dan profijt dan voorheen. En Navratri is dus dan niet alleen voor de Hindoes, laat het duidelijk zijn. De Sri Sanatan Dharma is een eeuwige wet, een dharmische wet. Het is een levenswijze voor alle mensen bestemd. Vasten heb je binnen elke denominatie. Dus de boodschap is dat laten wij goed gebruik maken van deze 9 dagen en nachten. Waarom 9 ook? 9 is het grootste getal dat bestaat. Ja, 10 is 1 plus 0 is 1, maar 9 is het grootste getal. Dat beeld uit volledigheid, ja, geluk. Ja, en laten we dus dan gebruik maken van deze gelegenheid. Wij allemaal om dus dan te gaan vasten, meer te gaan bidden, ons te focussen op die Almachtige. En alleen door te vasten zullen wij in staat zijn als mensen, als Surinamers, om Suriname vooruit te brengen. De pandit geeft verder aan dat de Navrati-periode wordt afgesloten op de 10e dag met Vijaya Dashami. Vijaya staat voor overwinning en Dashami voor 10e dag. Deze dag staat bekend als de overwinning van Sri Ram op demon Ravan. Deze dag symboliseert dus dan de overwinning van het goede op het kwade. Ravan als demon had 10 hoofden. En elke hoofd symboliseert, correspondeert met 1 grote negativiteit. We hebben 10 grote bazen van negativiteit. Kaam, lust, kroot, woede, mad, dronkenschap, moog, onwetendheid, etc. Jaloezie, afgunst. En belangrijk is dat na de Navratri op deze 10e dag wij terugdenken aan die ene dag dat de Almachtige deze demon had omgebracht. En dat leert ons dat we ook terug moeten gaan binnen ons. Laten we introspectie maken. Wat zijn allemaal die negativiteiten in onszelf? En dan gaan we dan bewust en naartoe werken dat we allemaal verdrijven en dan werkelijk mens worden. En zo gaan we die samenleving, zo gaan we de mensheid door in stand houden. Pandit Jagbunden legt uit dat er 4 Navratis over het hele jaar zijn. Echter worden slechts 2 uitgebreid gevierd. Het Navrati-feest duurt tot en met 5 oktober.